Aan de rand van Ilpendam staat een bijzondere en monumentale villa. Het zogenaamde Woonhuis van den Doel uit 1959 is een van de hoogtepunten uit het werk van de wereldberoemde architect Gerrit Rietveld. Dit is de woonkamer, zoals jullie begrijpen. En ja, dit is natuurlijk ook een van de redenen geweest om dit huis te kopen. En daar zat ook gelijk een beetje de uitdaging in om daar isolatieglas van te maken. Wie een monument wil verduurzamen, krijgt te maken met veel regels en voorschriften. Zo is isoleren met dubbel glas geen optie. Kijk, we hebben nu het glas vervangen van enkel glas naar gelaagd glas. Samen met onze plissé-gordijnen, die ook in sterke mate isoleren, hebben we toch eigenlijk de meest duurzame oplossing als het om de beglazing gaat. Omdat enkele muren in slechte staat waren, wilde Sander deze vervangen. Maar dat kon alleen als er een replica gevonden werd van de oorspronkelijke baksteen. Die hebben wij in een speciaal fabriekje in Nederland laten maken. En een dure baksteen, dus maar alles om het monument weer mooi te maken. Gelukkig kon er in de garage wel apparatuur aangelegd worden. En het belangrijkste natuurlijk de nieuwe HR-ketel, boiler en een warmte-terugwin-installatie. De vloer gaan we over een paar weken isoleren. Dus is de onder- en de bovenkant al dicht. En het enige wat we niet kunnen doen is de spouwmuurisolatie. Dat blijkt toch heel erg lastig te zijn om het in die bestaande glazuurde steen toe te passen. Wat wel kan is het aanbrengen van zonnepanelen. Maar dan mogen ze niet zichtbaar zijn vanaf de weg. Als je ze onder een bepaalde hoek plaatst, dan zie je de panelen niet. En dan kunnen we toch maximaal 30 panelen kwijt. Door maatwerk en creatieve oplossingen is er uiteindelijk toch veel mogelijk. Ik denk dat wij misschien wel 80-90% van onze duurzame maatregelen die we gewenst hadden ook kunnen uitvoeren. En ja, het is een rijksmonument, dus niet alles kan. Maar ik denk dat we hier heel tevreden mee mogen zijn. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.